Het relais. Nou, wat we hier zien is een relais. Als je een knipperlicht hoort in een auto, zeg maar, als het ware, hoor je dat klik, klik, klik. Wat hoor je dan eigenlijk? Dan hoor je een relais. En wel wat? Hier zie je een klosje. Dat is een spoel. Dat zijn een paar honderd koperen windingen. En als daar een stroom doorheen gaat vloeien, wordt dat een elektromagneet met een noord- en een zuidpool. Dus gaat hier een stroom doorheen, omdat je een schakelaartje sluit bijvoorbeeld, omdat je knipperlicht aanzet, dan wordt dat een magneet. En dan zit hier een ijzeren plaatje, dat wordt dan aangetrokken, dat heet het anker. Dus gaat er een stroom door de spoel, wordt het een magneet, het anker wordt aangetrokken. En wat dan hier gebeurt, is die wordt aangetrokken, die duwt dat tegen, en dan kan hier een ander contactje worden gemaakt. En dan heb je hier een stroomkring, daar is een heel kleine stroom voor nodig, terwijl door deze kring een veel grotere stroom kan vloeien. Dus je kunt met een hele kleine stroom straks een veel grotere stroom inschakelen. Nou, dat is veilig, goedkoop. Daar gaan we naar kijken. Het relais. Hier zie je een voorbeeld. Dit is bijvoorbeeld de accu van een auto. En als je dan de schakelaar zal sluiten, dan wordt die spoel een magneet. En wat je ziet is het anker wordt dan aangetrokken. En hier maakt hij dan vervolgens contact. En dan zie je hier nog een spanningsbron. Dan gaat er dus hier een stroom vloeien door dit circuit. Dus sluit je de schakelaar, dan wordt de spoel een magneet, een elektromagneet. Je trekt het anker aan en dan krijg je hier een andere gesloten stroomkring waardoor je lamp gaat branden. Nou, dat is veilig, want je kunt hier een klein stroompje een veel grotere inschakelen. Stel je voor, dit is een motor in een fabriek en dit is de regelkamer. Dan kun je zeggen dat je met heel dunne draden of een grote afstand naar die motor gaat. En bij de motor zelf dikke draden hebt voor een grote stroomsterkte. Dat is dus heel kostenbesparend en veilig. Hier is hij nog eens getekend. Ik heb hier een schakelaar, een batterij, de spoel, het anker, dat samen is het relais. 230 volt, stopcontact en een lamp. De netspanning. Nou, wat gebeurt er? Op het moment dat ik de schakelaar sluit, wordt de spoel een magneet. En wat opvalt is, hij gaat van B naar M. Wat is die B? Dat is het breekcontact. En die M is het maakcontact. En sluit je de schakelaar, dan wordt de spoel een magneet. En dan maakt hij hier contact. Daarom heet hij het maakcontact. Dus als je de schakelaar sluit, dan maakt hij contact en gaat je lamp aan. Hij is op het maakcontact aangesloten. Nou, hoe zit dat nou met het maak- en verbreekcontact? Laten we eens even kijken. Bij deze situatie, als je de schakelaar sluit, wordt de spoel een magneet. Dit is een magnetisch veldlijntje. Hij trekt het anker aan en je lamp gaat aan. Hij is dus verbonden met het maakcontact. Dit is een M. Hier is één ding anders. Hij is nu verbonden met het rechtercontactpunt en dat is het breekcontact. Als we nou sluiten, wordt de spoel een magneet, gaat het anker naar links en dan verbreekt hij het contact. Dus hier, als je hem sluit, gaat je lamp aan, verbonden met het maakcontact. Hier, als je hem sluit, gaat je lamp uit, verbonden met het breekcontact. Een relais bij een inbraakalarm. Laten we eens even kijken. Hier is de sirene, aangesloten op 230 volt. Aangesloten op het maakcontact. Eens even kijken, dit is een readcontact, een magneetcontact, wat je vaak ziet bij ramen en deuren. En op het moment dat er wordt ingebroken en het raam gaat open, dan vloeit er geen stroom meer door dit circuit. Wat gebeurt dan? De spoel hier wordt geen magneet. Het anker gaat naar rechts. En dan gaat de sirene aan. Dus. Er wordt ingebroken. Magneet gaat weg. Hier ontstaat een opening. En dan gaat het anker naar rechts en je sirene aan. Dan had je hem verkeerd om aangesloten op de M. Dan gaat je sirene dus steeds af terwijl je raam gewoon dicht is. Nou, voordelen heb ik het al over gehad. Je kunt met een kleine stroom een grote inschakelen zonder contact. Dat is veilig en is kostenbesparend.